mevrouw Kaag. Hallo mevrouw Kaag. Goedenavond. Klokkenluider Huigplucht, die zit vast. Wat vindt u daarvan? Ik ben niet bekend met het bericht, maar ik ga nu naar huis. U bent niet bekend, hij is klokkenluider van justitie is hij. U bent wel bekend, u kent hem. Ik ken hem, met hem, maar ik ben niet bekend met het bericht wat u me met meldt. Ah, oké. Okay. Nou, mevrouw Kaag is niet bekend met het bericht, maar nu wel. Goeiedag meneer Remkes. Weet u dat klokkenluider Huigplug is opgepakt? Mooi. Mooi? Nou ja, dat is niet zo mooi. Wat een rare antwoord joh, van die man. Die gaat zeggen mooi. Nou, dat is de informateur. Meneer Remkes. Hij gaat zeggen dat is mooi. Nou, hij weet er bij deze vanaf. Dat is mooi, zegt hij. Nou, dag meneer Remkes. Prettige avond. Meneer Remkes, dat is mooi. Goeiedag meneer Koolmees. Huigplug is opgepakt geworden. Wat vindt u daarvan? Klokkenluider van justitie. Ik kan het niet worden, ik weet het niet. Nee? Nee. Hij is klokkenluider van justitie. Nee, en... ik weet niet wie het is, maar ik weet niet waarom hij opgepakt is. U weet niet, Mark Rutte... Hij ook te filmen. Dus ik weet wie het is, ik weet het gezicht, maar ik weet niet wat het verhaal is. Ik weet niet wat de aantijging is, dus ik kan niet zo goed op reageren. Oké. Okay. Ja? Dank u wel voor uw tijd in ieder geval. Nou, die weet het ook niet. De een zegt het is mooi en de ander die weet het niet. En de ander die zegt ik ben er ook niet van op de hoogte. Maar ja, waar zijn ze eigenlijk wel van op de hoogte? Nou, dag meneer Koolmees. Tot ziens. Nou, hier is het Binnenhof. Algemene Zaken. Departement van Rutte. De hoofdbeveiliging, die zou ook wel naar huis toe zijn. Daarover later wat meer. Even kijken bij het torentje. Kijk, hier is Maurits huis. En kijk nou, wie is daar nou weer? Ja, daar is de rap weer. Ik ben helemaal teruggekropen naar het Binnenhof toe. Mijn klauwen zijn helemaal versleten voor al die afstand te kruipen door het riool heen. Eindelijk ben ik weer terug op de plek. En ja, we staan weer voor het torentje van Rutte. En boven zijn deur hangt natuurlijk iets moois wat hij dus gekregen heeft van Balkenende. En dat hangt nog steeds boven zijn deur. En de NOS heeft er ooit een stukje over gefilmd. En toen zei Mark Rutte dat hij dat had gekregen van Balkenende. Dat mooie stuk boven zijn deur. Dus mensen moeten maar eens een keer terug gaan kijken wat ze daarmee bedoelen bij de NOS. Maar gelukkig ben ik weer terug op het Binnenhof. Ik ben de politieke rioolrat en ben weer thuis. Dat was mijn klim. En niet vergeten, Free Huigplug!